Joepie Christian, en eigenlijk gaat dit over een vlog dat ik naar Slowakije ging. Dus het tweede deel van mijn vakantievlog toen. En dat we via Auschwitz gingen. En ja, veel kijkplezier. Nou dames en heren, dit was eigenlijk een vlog uit 2018, ook van het YouTube kanaal Chris Tjuber van Slowakije. En toen zijn we langs Auschwitz geweest en ook een stukje de reis naartoe. Dus eigenlijk wil ik je heel erg uitnodigen om deze video te kijken. Ik denk dat het wel leuk is. Ik zie wel dat er een acteursrechtenclaim was. Dat vind ik wel minder leuk. Dus deze video wordt sowieso gecopyright claimed. Maar ja, ik ga sowieso even kijken dat ik dat eraf kan halen. Maar als ik pech heb, dan verdienen we hier geen geld mee, helaas. Maar ja, dus eigenlijk was dit het. Of tenminste, en dan zeg ik veel kijkplezier. Goedenavond mensen. Vandaag gaan... Goedenavond mensen, vandaag gaan wij voor de tweede dag vloggen op vakantie. En het is nu 5:30, 6:00 de volgende avond voordat we gaan vloggen officieel. Maar ja, we gaan toen even rijden en daardoor zit er even een switch in. Dus veel succes met kijken. Veel kijkplezier. We gaan trouwens nu timelapse laten zien hoe de avond wordt. Kunnen jullie zien hoe het nacht wordt. Ik hoop dat we niet vergeten. Ik moet gewoon meenemen. Deze. Hoe werkt dit? Deze kant. Fixed. Dus gaan we even wat slag op dat doen. Dan zie ik jullie bij de volgende shot. Lights up the ganja.
me light up the ganja. Hier zit de auto weer en dan gaan we zo meteen weer een rondje toeren met de auto. Nog 7 uur in totaal rijden, helemaal kapot. 2 keer 3,5 uur en dan vanaf hier naar Dingersen 3,5 uur. We gaan hier naar Auschwitz 3,5 uur en vanaf Auschwitz naar het vakantieappartement 3,5 uur. Het is nu een uurtje of 8 uur. Dus dit kan nog wel echt even een mooie lange dag worden. Dat er rond 3 uur ongeveer zijn, 5 uur. Zullen we nog even het museum van Auschwitz kijken. En natuurlijk is zo'n reis ook een beetje gevaarlijk wegens deze weg. Maar ja, we gaan natuurlijk wel gewoon door. Deze reis ik gewoon een toffe serie voor jullie maken. Dus kijk gewoon lekker verder.
me light up the ganja. Nou dames en heren, dit was het einde van de video. Ik heb hoop dat jullie hebben genoten. En dan wens ik jullie, dan zeg ik tot volgende week bij weer een nieuwe Slowakije vlog. Nou dames en heren, dit was het einde van de video. Vonden jullie deze video zo leuk? Om ons film op de duimpjes nog abonneren op dit kanaal. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Volg mij op Instagram, Chris Rosex. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zeg ik natuurlijk tot de volgende aflevering. Voor weer een nieuwe Slowakije vlog. En ik zie daar alweer een hele leuke vlog staan in mijn Creator Dashboard. Dan zeg ik tot volgende week. Later.